Goedemiddag allemaal. Goedemorgen nog. Het is nog een middag. Goedemorgen, welkom bij het webinar over samenwerking en governance. Wij geven het webinar, IJzer en ik geven samen een webinar over samenwerking en governance, waarin we jullie kort willen meenemen in wat de samenwerking en governance binnen gebiedsontwikkeling inhoudt en hoe dat in zijn werk gaat. We zullen kort even starten met het voorstellen van ons beiden. Start jij daarmee? Ja, IJssel Bolman, ik ben partner bij Facton en werk dagelijks aan gebiedsontwikkelingen met lastige situaties die vragen om een goed gestructureerde samenwerking. Mijn naam is Tim van der Zaan, ik ben director bij Facton en ik werk aan dezelfde soort vraagstukken aan business cases en de gebiedsontwikkelingen en de samenwerking daarvan. Dus ontwikkelstrategie, de samenwerking en de governance. Tijdens dit webinar willen we een aantal dingen met jullie raken, maar misschien is het goed om eerst even een aantal dingen aan de voorkant toe te lichten. Wij zitten hier samen in een overleg en we zitten in een webinar. De setting geeft ruimte om aan het einde van de webinar bij vragen te stellen en ook een discussie te voeren. Mochten jullie tijdens ons verhaal, wat ongeveer 20 minuutjes duurt, al vragen hebben, zet die dan vooral in de chat, dan kunnen we die behandelen. Maar we willen eigenlijk ook, als het mogelijk is, een discussie kunnen voeren aan het eind van het webinar. Dus de laatste 10 minuten is daar ruimte voor. Tijdens het webinar willen we de volgende dingen aanraken. Eerst even een inleiding van samenwerking en governance. Wat verstaan we eronder? Dan willen we aan de hand van wat voorbeelden uit de praktijk waar wij nu aan werken, een aantal projecten, daar iets meer aan toelichten wat voor onderdelen daar dan in zitten en wat het precies behelst. Vervolgens willen we wat meer verdiepen op een deel van wat wij zien als samenwerking en governance, namelijk de publiek-private samenwerkingen, samenwerkingsvormen. Welke vormen zijn daarvan? Hoe kenmerken ze zich die? En hoe maak je een goede afweging tussen die verschillende smaken daarbinnen? Als publiek en private partijen gezamenlijk. En dan tot slot hebben we tijd en ruimte voor vragen en discussie. Als eerste de inleiding van samenwerking en governance. Waarom is dit nu een topic, een onderwerp om met elkaar beter te pakken? Dat is omdat we eigenlijk heel zien dat de hedendaagse gebiedsontwikkelingen, veelal stedelijk, maar ook gebiedsontwikkelingen buiten de steden, dat integrale opgaves zijn. Dus het is niet meer alleen maar het bouwen van woningen en voorzieningen, maar er komt een hele hoop bij kijken. En dat zit hem op duurzaamheid, dat zit hem op hoe maak je het samenhangend met de bestaande stad. En het is vaak met veel betrokken partijen, belanghebbende partijen ook. Dat brengt een bepaalde complexiteit. Ook zien we binnen die vele gebieden dat de gronden niet altijd in eigendom zijn van de publieke partijen, maar dat die veelal voor een deel of in zijn geheel een privaat eigendom zijn. En dat de publieke partijen wel de behoefte ziet om een bepaalde regievorm te hebben, om te kunnen sturen op wat er uiteindelijk komt. En dat ze die rol eigenlijk aan het zoeken, hoe gaan we dat dan samen met die private partijen doen. En dit vraagt om de samenwerking tussen de betrokken partijen en afspraken over governance en sturing, rolneming van partijen. Dat zie je publiek-privaat, zie je dat gebeuren en dat zie je ook publiek-publiek gebeuren. Eigenlijk gaat het hier over de rolneming van verschillende partijen. En dat kan hem zitten op de totale gebiedsontwikkeling, hoe ga je dat verdelen. Maar dat kan ook zitten op bepaalde deelopgaven, bijvoorbeeld de parkeerexploitatie. Wie pakt dat op? Is dat een publieke aangelegenheid of een private aangelegenheid? Of de rolneming van een corporatie binnen de gebiedsontwikkeling. In het algemeen zeggen wij dat een goede keuze voor de samenwerkingsvorm tussen publiek-privaat, dat key is voor de realisatie daarvan. En we zeggen wel one size fits nobody. Dus je moet goed kijken wat in een bepaalde situatie wat goed past. We willen, zoals ik net al zei, aan de hand van een aantal voorbeelden waar wij aan werken en hebben gewerkt, iets meer toelichten wat wij verstaan onder die samenwerking en die governance. IJssel, kan jij Zoetermeer beetpakken? Ja, ik zal de eerste en de derde toelichten. Ik zag al even in de groep luisteraars dat daar één bekende met het eerste project bij zit, André Zoetermeer. Goed dat je er bent, Rick. Dat even als persoonlijke noot. Nee, en waarom vinden we deze voorbeelden belangrijk? Om te laten zien dat er veel diversiteit is.
En dat, maar dat zal ik straks nog iets verder toelichten, maar dat er ook niet per se één goede vorm is per project. En dat dat wellicht ook een mix kan zijn. Nou, lange inleiding, eerst even Entree Zoetermeer. Voor de mensen die het niet kennen, regio Haaglanden, één van de grootste projecten al daar. Nu 4.500 woningen. Mijn verwachting is dat dat er ongetwijfeld meer gaan worden. Transformatie van een kantorengebied naar een goed en gemengd woongebied. Met veel eigendomsposities van ontwikkelaars en eigenaren. En de keuze die daar is gemaakt in de samenwerking en in de governance is om gezamenlijke plan te ontwikkelen. Dat is echt een publiek-private samenwerking geweest en nog steeds. En tegelijkertijd binnen dat kader grootschalige investeringen in de openbare ruimte. Je ziet het plaatje links met veel groen en blauw. Dat de gemeente die voor haar verantwoordelijkheid neemt. En dat iedere eigenaar vervolgens binnen zijn eigen kader, binnen zijn plot, gaat ontwikkelen. Iets wat je ook veel ziet in kanaalzones of in gebieden waar veel versnipperd eigendom zit. Dus daar komen we straks nog iets verder op toegelicht. Dat zal Tim straks nog even doen. Maar dit zou je kunnen noemen een developing apart together of een joint venture light. Alvast even een teaser voor straks. Tim, voor jou Rijnpark. Ja, het tweede project. Rijnpark in Arnhem. Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling waar ten oosten van het centrum nu een bedrijventerrein ligt. Het idee is dat het bedrijventerrein wordt herontwikkeld tot een gebied met wonen en werken. Ruim 7000 woningen. En de opgave die daar is, is dat hoe ga je nou die herontwikkeling doen met al die, met dat bedrijventerrein wat heel versnipperd eigendom heeft. Maar ook een spoorse opgave die daar speelt. ProRail en NS hebben daar een spooremplacement. En dat gaat niet samen met de gebiedsontwikkeling. Dus het uitplaatsen daarvan is ook een opgave. Ook hier veel diverse eigenaren en ontwikkelaars met positie en vooral ook ambitie om dit te realiseren. De gemeente is druk bezig met een gebiedsvisie. En het idee is om samen met de publieke, met de private partijen dit te verkennen. Wat voor een samenwerkingsvorm daar goed passend is. Daar zijn wij zelf bij, werken wij zelf ook aan mee om dat te verkennen. En daarnaast is er ook een publiek-publiek spoor waarbij wordt gekeken naast de gemeente, de provincie en Rijk. Wat de eventuele samenwerking en governance daar is. Ja, dat is de tweede. Dan de derde nog. En een derde voorbeeld. En wij hebben hiermee geprobeerd een soort palet te schetsen. Dus Entree Zoetermeer, transformatie van werken naar wonen en andere zaken. Redelijk extensief. Rijnpark zie je dat echt intensief is. Echt een heel dicht bevolkt, om het zo maar even te zeggen, bedrijventerrein. Maar je ziet het governance-vraagstuk en samenwerkingsvraagstuk ook in een uitleglocatie komen. Zoals bijvoorbeeld de Gnephoek in Alphen aan de Rijn. Pittige discussie geweest tussen de provincie en het Rijk en de gemeente. Mag je daar nou wel bouwen, mag je daar nou niet bouwen? Water- en bodemsturend, moeten we dan wel daar woningen gaan plannen? Ja, kogels door de kerk, ja, die woningbouwlocatie komt er. En in die locatie, zoals je vroeger bij veel Finex-locaties zag, hebben heel veel private partijen of hebben private partijen veel eigendom, vier in dit geval. En die vijf partijen, dus de vier private en de ene publieke partij, zitten nu na te denken, hoe gaan we dit organiseren? Durven we het aan of willen we aan om net als vroeger naar een echte PPS te gaan, een joint venture op te richten of een GEM, zoals het ook wel genoemd wordt, of een CVBV? Of willen we het op een andere manier structureren? Daar zijn we op dit moment volle bak mee bezig, maar in het hele spectrum zie je dat dit soort vraagstukken zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk als hoge intensiteit en lagere intensiteit spelen. En in de vraagstukken waar wij mee bezig zijn, constateren we eigenlijk dat die samenwerking governance altijd een vraagstuk is. Stukje theorie daarover door Tim. Ja, misschien om eerst even te benoemen dat in deze drie projecten zie je dus dat je eigenlijk publiek-publiek, publiek-privaat, maar ook op die deelopgave, dat je daar echt op kan verdiepen. En het liefst zouden we jullie daar allemaal in meenemen, maar dat gaat in de tijd nu niet lukken. Dus we willen nu verdiepen op het publiek-private, de publiek-private samenwerkingsvormen, om daar nog even 10 minuutjes doorheen te gaan om vervolgens het gesprek te voeren. We vinden het goed om jullie mee te nemen in dat er een factor intensive is, waarin er breder naar al deze opgaven wordt gekeken en op in wordt gegaan. De intensive is op 22 en 23 mei, de eerstvolgende.
En de inschrijvingen die staan nog, hij is nog open om in te schrijven. Dus als je bij alle drie de onderwerpen, misschien nog wel breder dan dat, dieper het gesprek aan wil gaan, dan is dit een vorm waarin dit mogelijk is. Voor nu willen we verdiepen dus op één van die smaken. Dat is dus echt die samenwerkingsvormen tussen publiek-privaat. Dat zijn de vormen die hier staan. Overigens nog even kort terug op de vorige, want dat vergeet ik. Er komt straks in de sheets komt er de mogelijkheid om een design na te sturen. En er zit ook een QR-code in waarbij je de link hebt om in te schrijven. De samenwerkingsvormen publiek-privaat. Ja, er zijn ontelbaar vormen van samenwerking te bedenken. En je kunt allerlei specifieke afspraken daarin maken. Maar hoogover zien we eigenlijk 6 smaken die we hier ook geprojecteerd hebben. We hebben die hier ook even geplot op de as van gemeentelijk grondbeleid, actief naar heel faciliteren. Waarbij de meest actieve, eigenlijk de twee buitenste zijn de meest bekende. Hè? De meest linker, de meest actieve is de publieke ontwikkeling. Eigenlijk de traditionele vormen waarbij de gemeente ofwel alle gronden heeft, ofwel alle gronden eerst verwerft, planvorming doet, grondexploitatie draait en vervolgens via een tender het in de markt zet. En de zelfrealisatie, de andere kant, is dat de marktpartij gronden heeft. En dat ze via een anterieure overeenkomst afspraken maken over de gemeente, hoe ze dat zelf tot realisatie kunnen komen. Dat zijn de twee smaken die bekend zijn. De middelste vier, dat zijn smaken waarbij een andere vorm van samenwerking zit. Die lichten we graag even toe aan de hand van stap voor stap ze alle 6 even langslopen. En dat is nou, de eerste die we daarbij willen behandelen. Is deze, net al even benoemd. We hebben hem elke keer hebben die samenwerkingsmodellen geplot tegen een aantal fases die je in het project doet. Dus van initiatief tot beheer en een openbaar gebied. Waar planuitwerking, grondexploitatie, planontwikkeling en het bouwen wordt onderscheid in gemaakt. Eerste vorm net al benoemd, heel erg de publieke hand hè, in de planvorming, in het initiatief. En als dat helemaal rond is, dan gaat het via een tender naar de markt toe, die vervolgens de projectontwikkeling uitvoert. De volgende is er. Ja, bij een bouwclaim wijken we eigenlijk niet zo heel veel ver vanaf. Met als enige verschil dat in een situatie een eigenaar of een marktpartij vaak al een locatie in eigendom heeft. Dus bijvoorbeeld het voorbeeld van de Gnephoek zou een mogelijke samenwerking kunnen zijn dat de marktpartijen die daar eigendom hebben, samen een plan maken. Dus stapje 2 en 3 zou je kunnen zeggen. Initiatief zou ook van beide kunnen uitkomen. Maar op het moment dat het gaat om de financiële start van de grondexploitatie, verkoopt de private partij haar grondposities aan de gemeente en krijgt daar een bouwclaim voor terug. Dus eigenlijk zit hij heel erg aan de traditionele kant, hè, met een grote regie en een groot risico voor de publieke partij. En waarbij de marktpartij eigenlijk zegt, nou, ik heb mijn positie verworven en die wil ik verzilveren om daar straks woningen of kantoren of scholen voor terug te bouwen. De derde is de joint venture, nog steeds aan de linkerkant van het schema. En bij een joint venture is het eigenlijk is het vaak zo dat een privaat en publiek eigendom heeft en dat ze zich eigenlijk verenigen in een gezamenlijke entiteit. En dat ze vanuit daaruit die ontwikkeling gaan realiseren. Je ziet hier ook dat er ten opzichte van de bouwclaim nog meer gezamenlijk wordt. Dus je bent samen drager van de grondexploitatie, waarbij je zowel het risico als het eventuele rendement draagt en ook de regierol daarin verdeelt en samen oppakt. Dit kan in verschillende vormen. Dit kan in een GEM-constructie, maar het kan ook in een overeenkomst vorm. Vaak zie je wel dat de joint venture dat logisch is als er wat minder partijen in zitten, omdat je echt in een entiteit verenigt. Wanneer je het hebt over een gebied waar veel meer verschillende eigendommen zijn en daarmee ook heel veel partijen zijn, dan wordt er ook best wel veel gekeken naar het construct van developing apart together. Het is eigenlijk een manier waarop je, zoals de naam ook zegt, dat iedereen wel zijn eigen ontwikkeling kan voeren, maar dat je met elkaar ervoor zorgt dat er een verevening plaatsvindt. Zo krijg je niet het gedoe dat op de gronden van de ene eigenaar een toren is getekend en op de andere een park is, waarbij je
gedoe krijgt wie zeg maar de grote ontwikkeling naar zich toe trekt, omdat daar het zoet zit van de gebiedsontwikkeling. Het is echt een verevening van zoet en zuur, waarbij je jezelf elkaar niet als een entiteit verenigt, maar overeenkomsten daarvan maakt. En zo samen vanuit met de publieke partij wel ervoor kan zorgen dat er een goed stuk stad komt voor het geheel. Zal ik de volgende toelichten? Ja, is goed. De volgende is een concessie. Als ik aan het woord concessie denk, denk ik eerder aan de NS. Dus de NS wint een concessie om het spoor in Nederland te mogen bereiden voor de zoveel jaar. Maar die kun je ook bij een gebiedsontwikkeling inzetten. Eigenlijk zit hij heel erg dicht tegen de laatste vorm aan die Tim straks gaat uitleggen. Maar hij gaat er wel vanuit dat de machtspositie, dat de grondpositie in eerste instantie in handen is van een publieke partij. Of een semi-publieke partij, of zou ook privaat kunnen zijn. Maar in ieder geval, de positie gaat over naar een marktpartij, een ontwikkelaar, die binnen bepaalde kaders het hele risico op zich neemt. Dus het initiatief kan komen vanuit bijvoorbeeld een publieke partij. Je doet nog iets gezamenlijks aan programmavorming en visie. Maar daarna gaat het hele, de hele verantwoordelijkheid en ook het hele risico, maar ook het hele rendement, gaat over naar de markt. Dus een publieke partij geeft in concessie binnen bepaalde kaders de marktpartij de mogelijkheid om daar te gaan ontwikkelen en misschien ook wel exploiteren. De laatste van de zes, dat is de private ontwikkeling, de zelfrealisatie. En daar zie je dat het spectrum ook weer helemaal groen kleurt. Dat is de meest faciliterende rol vanuit de gemeente, waarbij de private eigenaar al positie heeft, grondeigendom. Namelijk zelf de planvorming doet met de gemeente tot een afspraak komt over een anterieure overeenkomst waarmee ze en vervolgens zelf gaat ontwikkelen. Dat zijn even de zes smaken die we zien. Best een theoretisch verhaal, maar het geeft wel hier, denk ik, ik hoop met de voorbeelden wel wat beeld bij wat nou de verschillen zijn in die samenwerkingsvormen. Je ziet ook al aan de voorkant dat het, en ook in onze verhalen, dat het grondeigendom kan wel leiden tot een bepaalde voorkeur van een bepaald gebied. Maar er zit ook een keuze in die smaken. En dat is even het stuk wat we nog met jullie willen bespreken. De volgende sheet. Ja, en wat zien we? Want we zien dat de kennis hierover, ook over het vorige stukje, dus wat voor een soort smaken heb je nou, dat daar best wel een dikke laag stof op ligt. Dus vandaar ook dat we dat belangrijk vinden om nu mee te geven. Dit webinar gaan we ook opnemen en plaatsen we geloof ik ook nog weer op onze website. Maar dus de kennis over wat voor soort smaken, die zijn belangrijk om dan ja, je keuze te kunnen bepalen. Nou oké, dan wil ik die smaak of die smaak. Los van de kennis waar dus dat laagje stof op ligt, of misschien van dikke laag, over die vormen zien we ook dat het heel moeilijk is voor publieke partijen, soms ook voor publieke en private partijen, om te zeggen oké, maar hoe kiezen we dan? Hoe komen we nou tot de keuze? Gaan we hier voor een bouwclaim? Of moeten we juist een PPS inrichten? Of moeten we naar een concessie toe? Of iets dergelijks. En op basis van onze ervaring vinden wij dat dat moet gaan. Of dat je die keuze moet baseren op 6 criteria. Ik heb er niet zo lang geleden nog een column op geschreven op gebiedsontwikkeling.nu. Toen noemde ik het volgens mij de les van 6. Maar dat is wat ik hiermee bedoel. En van die 6 criteria zijn er naar ons idee 2 wat meer feitelijk. En 2 hebben meer met je eigen ambities en wensen te maken. En zijn wat minder feitelijk. Soms een deeltje feitelijk te binnen, maar is toch meer je voorkeur. Of je afkeer tegen een bepaald principe. De eerste 2 hebben te maken met de machtspositie, zoals ik het net noemde. Hoeveel bezit heb je in een gebied? Dat kan een grondpositie zijn, of dat kan een bestaande school zijn, bijvoorbeeld als gemeente. Of als private partij landbouwgrond wat je hebt opgekocht, zoals in de Gnephoek van net. Maar die machtspositie, je huidige bezit, tendeert al naar een bepaalde voorkeursoptie. Dus je kunt je voorstellen in een situatie zoals in de Gnephoek, waar heel veel posities ingenomen zijn door marktpartijen, dat helemaal omknappen naar de linkerkant, naar echt een publieke grondexploitatie, eigenlijk wel een beetje raar is. Want een gemeentelijke partij heeft daar nog niet zoveel grondposities. Dus die feitelijkheid bepaalt wel iets van een bepaalde voorkeur. En daarnaast zie je ook dat de complexiteit van een project sterk bepalend is in samenhang met de laatste criterium, kom ik zo op, voor welke keuze je daarin maakt. Als het een heel makkelijk project is, hoeft geen publieke afstemming voor bijvoorbeeld het uitplaatsen van een moeilijk spooremplacement,
Het is een makkelijke uitleglocatie. Dan maakt dat misschien dat je makkelijker gaat naar een rol die een private partij ook helemaal zelf kan doen. En waar eigenlijk niet zoveel publiek-private afstemming nodig is. Los van het publiekrechtelijke spoor. Hè? Gewoon het, ik wou zeggen bestemmingsplan, maar het omgevingsplan met omgevingsvergunning. Die twee feitelijkheden, die eerste twee criteria, daar kun je best wel wat uit constateren. Maar wij vinden minstens net zo belangrijk, eigenlijk belangrijker, waar zitten dan voorkeuren of afkeren van met name publieke partijen. Omdat dit toch vaak een publiek governance vraagstuk is. En die zit voor ons op die vier criteria die je daaronder ziet. Denk dat die deels voor zichzelf spreken. Dus in welke mate heb je behoefte en ambities om sturing en regie te houden op het project? Natuurlijk, iedereen zal zeggen, een publieke partij kan dat toch doen met de publiekrechtelijke kaders. Dat klopt. Maar het is makkelijker om te sturen op het moment dat je ook privaatrechtelijk in een entiteit zit bijvoorbeeld. Dus je kunt je voorstellen, als er verkiezingen komen, er komt een nieuwe gemeenteraad, komt ook een nieuw college en die zeggen, nou, in plaats van de, zullen we zeggen Tim, nu 60% betaalbaar die er in de meeste collegeprogramma's zit, gaan we naar 80% betaalbaar. Op het moment dat een gemeente vervolgens eerder in een concessie naar de markt heeft gezegd, jongens, jullie mogen dit gaan ontwikkelen met 60% betaalbaar, dan is het lastiger om terug te komen met die 80% dan als je bijvoorbeeld een publieke greks voert. Want de enige die er dan financieel last heeft, van heeft, is, ben jezelf. Dus sturing en regie is een belangrijke. Daarmee hangt altijd samen ook rendement en risico. Dat zijn twee zijdes van dezelfde medaille. Dus hoe meer behoefte aan sturing, hoe meer behoefte aan regie. Ik krijg een seintje dat we moeten opschieten volgens mij. Dat gaan we doen. Hoe meer je ook de kans op rendement hebt en ook risico loopt daarbij. Vierde, meer ambitiecriterium, hier dus nummer 5, heeft ermee te maken, kan je dit? Kan je dit als organisatie? Heb je voldoende kennis? Heb je ook voldoende vermogen of weerstandsvermogen om te investeren, om een badkuip in te gaan? En ook belangrijk, als je bijvoorbeeld in een joint venture stapt, weet je überhaupt hoe je als publieke partij zo'n aandeelhoudersrol moet gaan vertegenwoordigen? Hoe je dat moet gaan invullen? Dat zijn allemaal belangrijke vragen. En als laatste criterium zien we dat een logische rolverdeling heel belangrijk is bij de keuze voor zo'n samenwerkingsvorm. Daar bedoel ik mee, op het moment dat het echt een lastige opgave is, met veel publiek-publieke afstemming en ook een pittige publiek-private gebiedsontwikkelingstaak, hoe logisch is het dan als daar een lokale bouwer een positie heeft en je wil die lokale bouwer in een gem trekken? Dat is misschien wel de allereerste keer dat hij dat gedaan heeft. En dus die rolverdeling, in hoeverre ben je complementair in je rolverdeling? Nou, in onze adviespraktijk zien we dat deze 6 criteria eigenlijk altijd onderscheidend zijn. Die hebben we op basis van onze jarenlange advisering erin gedestilleerd, als het ware. En kom je naar de volgende alsjeblieft? En je ziet ook, hoe kom je dan tot die keuze? Dat doe je door het gesprek met elkaar te voeren. Dat klinkt ook weer een beetje soft misschien, maar voor ons betreft, wat ons betreft wel heel belangrijk. Waarin je ook ziet dat met name over die 4 criteria, die eerste 2 kun je redelijk feitelijk constateren. Wat is het bezit? Hoe complex is het project? Etcetera. Maar die andere dingen hebben ermee te maken, wat zijn nou de ambities en de wensen van partijen met sturing, of juist meer sturing uit handen geven en ook rendement en risico uit handen geven. Dus dan zie je dat met name aan de linkerkant van dat spectrum, die allemaal het schuifje best wel publiek hebben staan. Dat tendeert dus ook naar samenwerkingsvormen die meer aan die kant zitten. En op het moment dat dat allemaal wat minder is, dan tendeert het meer juist naar de markt. En we merken dat op het moment dat je dat goed doet en je daar goede besluitvorming over hebt, dat je daarmee ook een goede basis legt voor de hele executie van je project. Dus op het moment dat je daar goede besluitvorming over hebt georganiseerd intern, dan lukt het daarna ook om moeilijke beslissingen beter te kunnen nemen en sneller te kunnen sturen op wat het project vraagt. Misschien nog 1 ding hieraan toevoegen, dat het niet zo gezegd is dat een gehele gebiedsontwikkeling in 1 van de 6 hoeft te vallen. Je kunt ook ervoor kiezen om een deel van de gebiedsontwikkeling in een bepaalde samenwerkingsvorm te doen, en juist een deel wat heel complex is en die samenhang heeft met, nou, bijvoorbeeld spoorse ingrepen, om daar juist wel een PPS-vorm of juist een andere vorm voor te kiezen. Dit was wat wij inhoudelijk met jullie wilden bespreken.